een nederlaag tegen ja, jouw PSV, of mag ik het niet zo noemen? Nee, ik denk niet mijn PSV. Ik heb, ja, ik ken ja niemand in de ploeg persoonlijk. So, dat was dan echt niet mijn PSV, maar ja, volgende seizoen wel. Voelt het dan nog wel een beetje bijzonder, of was dit eigenlijk gewoon een wedstrijd zoals alle andere? Ja, dat is een bijzondere wedstrijd omdat het echt een topploeg is in de Nederlands. En, ja, maar niet omdat ik volgende seizoen bij PSV speel. Hoe vind je dat jullie vandaag geweerd hebben tegen de koploper? Ja, ik denk de hele ploeg heeft echt goed gespeeld. Echt ja, goed verdedigd. En ja, ik denk ook dat wanneer de kansen ziet die ook wij hebben, hebben we echt een punt verdiend eigenlijk. Maar ja, dan kun PSV met de grote kwaliteit en ja, dan verlies je 0-1. Weer in die laatste minuten, zoals PSV dit seizoen zo vaak doet. Ja, maar dat is dan ook echt kwaliteit. Wij kunnen echt uit elke situatie een goal maken. En dat doen ze hier. Lozano doet het echt goed. De laatste minuut ga je ook nog mee naar voren in de hoop de 1-1 te maken. Stel je voor, hè, dat hij was gevallen. Ja, dat is wel mooi als dat lukt. Maar ja, je wil natuurlijk een punt halen. Maar ja, dat lukt dan niet. Ik denk dat je wel iets minder leuk onthaalt als door de fans als hij erin was gegaan. Als je hem erin had gekopt. Ja, dat wel. Maar ja, is jammer. Maar nu komen echt belangrijke wedstrijden voor ons. En ja, dan moeten we punten pakken. Vandaag stond misschien ook wel een beetje een teken de wedstrijd tussen jou en Jeroen Zoet natuurlijk, je aanstaande collega. Hoe vind je dat het gegaan is tussen jullie vandaag? Ja, ik denk dat we allebei goed gekiept hebben. Zoet heeft echt een geweldige redding tegen Peter gehad. Was echt goed. En ja, volgende seizoen zien we wel wat er gebeurt. In de rust zongen de VVV-fans Zoet, Larsje komt eraan. Ja, dat doen die fans en ik denk dat was ook echt een leuke wedstrijd voor alle fans. En ja, het is mooi als ze kunnen zingen.